Zie je mij zo? Nog niet. Nu dan? Ja, zo wel. Zie je me zo? Ja. Oké. Oké, dat was goed. Hallo iedereen, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van je favoriete Ginger. Vandaag staan wij voor een waterpark. En dit is niet zomaar een waterpark, nee. Dit is één van de beste waterparken ter wereld. En ik lieg niet en de recensies liegen al helemaal niet. En dat gaan we testen in het beste waterpark ter wereld. Ja, nou, beste waterpark, hij staat op plekje nummer 5 en op plekje nummer 3 van Europa. Laten we gauw even een kaartje kopen. En de recensies liegen er niet om, want ze scoren maar liefst een 4,5 ster. En dat is voor een waterpark echt heel erg veel. Niet voor niets één van de beste waterparken van Europa. 5 sterren. Dus laten we snel onze spullen gaan pakken en een kijkje binnen gaan nemen. En ik hou gewoon van waterparken, dus ik heb er super veel zin in. En het belangrijkste aan jouw bezoekje van een waterpark is natuurlijk de prijs. Is het duur of is het goedkoop? Nou, ik kan jullie vertellen, het is redelijk duur. Want je betaalt maar liefst 30 euro om binnen te komen en er zit eigenlijk nog niks bij. Maar wij hebben contact gehad met het zwembad en mochten daarom ook gratis naar binnen. Dus dat is één gelukje voor ons. 36 euro per persoon. Per persoon en dan komen dus dit komt er allemaal overheen. Laten we zeggen, een kleine 100 euro. Het waterpark is dus officieel nog niet eens geopend en het is nu al mega druk voor de ingang. Kijk eens, jouw ticket. Thank you. Want je komt maar één keer naar binnen en anders ga je naar huis. We zijn officieel binnen en om 10 uur ging het zwembad open. En het is 7:07, dus we hebben maar liefst 7 minuten gedaan om hier binnen te komen. En dat is vrij snel voor een zwembad, vind ik. Het is tijd om even een bedje te bemachtigen en een parasol. Daar hebben we overigens gewoon voor betaald. En dan vooral schaduw, want ik ben een ginger en ik verbrand pittig snel. Hebben we zonnebrand? Nee. Wordt echt een taaidag. Eén voordeel, ze hebben hier genoeg strandbedjes waar je op kan liggen. En dat is fijn, want bij de meeste waterparken ontbreekt dat nog wel eens. Ja, dit is echt wel lijp hoor. Ik bedoel, wij hebben zo'n bedje. Kijk even die VIP bedjes. Daarvoor moet je 250.000 abonnees hebben. Helaas heb ik die dus nog niet. En moeten jullie even allemaal abonneren, want dan haal ik de 250.000 abonnees. En dan kunnen wij promoveren naar een VIP lichtbedje. Het moment van de waarheid. Ben ik vandaag als Ginger safe hier in het park. Even kijken of we shadow kunnen creëren. Oh. Oh, dit is ook niet best. Nee, maar het is goed. De drukte valt op dit moment nog wel mee, omdat het best wel vroeg is. Maar er stromen al heel veel mensen binnen. Dus wij gaan even gauw van alle glijbanen af om ze te testen. 1 tot en met 3. En is 3 dan het meest spannend? 3 is echt cool. Het is gewoon ultimate cool. Dan ben je de topper van de dag. Okay. We hebben onze spulletjes even weggelegd. En het is nu tijd om eerst even naar de wc te gaan. En te kijken hoe de hygiëne hier is. Oké, de wc's zijn goed en schoon. Oké, oprecht hebben we bij de wc een wc-borstel, genoeg wc-papier en het is schoon. Ja, voor de rest weet ik niet wat ik moet zeggen over een wc. Hij doet het gewoon, je kan er lekker op plassen. Voor het zwemmen moet je altijd even afdouchen. Het ziet er ook best wel keurig uit. Hier en daar zijn er even een paar kapot, maar goed, ik denk dat ze daar gewoon mee bezig zijn. Laten we daar maar op houden. Oh, hij is wel fucking koud. Oh. Ja, hij is ook echt lekker warm. Oké, douche. Redelijk goed gekeurd. En waar ze hier ook goed op hebben gelet is voor de mensen in een rolstoel. Kijk, deze. Ja, hij doet het eigenlijk niet. Dan moeten we toch met de trap. Erg leuk park. Vriendelijk personeel, schoon en uiteraard het belangrijkste, superveel leuke glijbanen voor jong en oud. En die gaan wij eens testen. 5 sterren. Dit is heel hoog. Durf je dit? Nou, het is wel spannend. Is wel spannend, maar ja, we gaan het gewoon doen. Oké, daar gaan we. Oh, ik moest iets omhoog. Oh mijn god. Oh mijn god, mijn zwembroek zit in mijn kont. Sterren geven hem? Ja, een 3. 100%. Een 3? Ja. Ja, ik ook. De fun was aanwezig. Yes, you can. Thank you. Niet geschreeuwd of zo, toch? Nee, valt best mee. Geef hem 2,5. En het chillen aan dit waterpark is dus dat iemand de band voor je tilt. Past erop, jij. Dat is top. Eén minpuntje, we staan bovenaan. Ik ben echt kapot. Gewoon mijn voeten die zijn meegekapt. Hallo. Ja, die is een big YouTuber. Marinka de Vries. De Nederlands. German. Oh, German. No, no, no. Nee.
En ook hebben wij tussendoor even getest of het personeel wel vriendelijk is. Het gaat zeer vlot en het personeel is zeer vriendelijk. Het is zeker je geld waard. 5 sterren. Ja, je kan. Oh, nou, ze zijn hier ook nog eens aardig, hè? Ze zijn hier is ook super aardig. Which slide is the most scary? The most scary? Yeah, which slide is that? The rocket, the blue one. Rocket, the blue one. Oké. Okay. Oh, oh! Oh my god. Oh, we thought that this one... holy fuck, dan zit je zo'n plankje en dan ga je gewoon dood. Oké, we gaan niet trillen. Nee, oké. Helemaal een mondje op slot en stil zijn. Nee! Ik zei nog zo, niet schreeuwen. Cijfer. Ja, 300%. Ja. Dit is echt een 3. Dit is oprecht een 3. Niet normaal. We dachten dat we net een van de snelste en gevaarlijkste glijbanen hadden. Dat is dus niet zo. De badmeester heeft geconstateerd dat de glijbaan waar we nu voor staan het meest gevaarlijk is. Is dit de fastest one? Ja. Hij telt er niet af van. Hij telt er niet af. Ik heb helemaal niks gezien. Zo net hebben we de actieglijbanen getest, maar nu gaan we ook even kijken of we relax van de glijbanen af kunnen gaan. Are you ready? Yes. To relax with me on the glijbaan. Zoals je ziet heb ik een grote band, dat betekent een grote glijbaan. We hebben hier maar liefst 25 minuten gewacht en we mogen boven weer wachten. Echt het enige minpunt aan het park is het asfalt. Dat is echt zo warm. Ik zou straks even wat mensen filmen die over het asfalt heen rennen. Maar we gaan... we go van de big one. Oké, ik ren wat vanuit. Oh, deze is echt groot. Ik wil niet de wakker vasthouden. Nee. Het eten schijnt dus niet heel duur te zijn en waard voor je geld. Dat gaan we natuurlijk even testen. Hierachter is de horeca. We gaan allebei even lekker wat eten halen, want ik heb ook gewoon heel veel zin in eten na al dat geklei. Marijnke, ik moet wel zeggen, het eten ligt hier al best wel een tijdje in de bakken. Ik hoop dat het lekker is. Het kan twee kanten op gaan. Het kan vreselijk misgaan of het kan goed gaan. Hallo, kan wat wil je? Only the fries. With mayo. Oké, we waren kwijt. €28,20. Het is oprecht best wel goedkoop voor wat we krijgen. Moet je eens even kijken. Kijk, de salade. En jouw frietjes. Nom. Lekker. En ik heb een hele lekkere lasagne. En ook nog best wel veel. Is op zich wel warm, maar kan warmer. Maar op zich, het is buiten warm, dus het compenseert wel een beetje. Maar ik ben oprecht benieuwd naar je patat, want normaal staat altijd slof in een zwembad. Omdat ze dat op een of andere manier of in het frituurvet dompelen of gewoon in het zwembad gooien. Een lange. Dus niet slof en knapperig. Ik denk dat wij de hoeien te pakken hebben, dus we gaan lekker even frietjes eten. Tot nu toe heb ik nog geen enkele recensie kunnen vinden die dus niet klopt. Alles klopt gewoon van wat je online kan vinden. En ze hebben dus ook een beruchte zwarte glijbaan die je een klein beetje lanceert. En volgens deze mevrouw moet je hier niet ingaan. De kinderen vinden dit geweldig. Ook ik ben in een aantal glijbanen geweest. Maar ik had nooit in de zwarte glijbanen moeten gaan. Je wordt gelanceerd. 5 sterren. Oké, het is zover. We staan hier bij de zwarte beruchte glijbaan en hier word je dus gelanceerd. Ik weet niet of die mevrouw of meneer het positief of negatief bedoelde. Maar het ziet er leuk uit en we gaan het gewoon proberen. Hopelijk breek ik niet mijn nek of iets anders. Ja, je wordt echt gelanceerd. Ja, nee, die mevrouw was wel redelijk gelijk. Die wordt gelanceerd, maar het valt echt nog wel mee, zeg maar. Super gaaf en leuk park. Ja, je moet even geduld hebben bij de glijbanen, maar het is het waard. Ook leuk voor kinderen. 5 sterren. Dat gaan we testen als groot kind. Oké, alle extreme dingen hebben we nu geprobeerd.
Maar er zijn ook minder extreme dingen, want het is dus voor jong en oud. We moeten ook even het kindergedeelte uitproberen. Nou, is goed. Doe maar. Ik ben ook nog wel een kind, dus ik denk dat ik me daar oprecht kan vermaken. Woehoe! Let's go! Oh! Oprecht, als ik een kind was, zou ik me echt vermaken. Nu ook. Oh, oh, ik sta stil. Zo, het zit er weer op. We hebben alles uitgeprobeerd. En het is niet voor niets dat dit zwembad op plekje 5 van de wereld staat. Want alle recensies die we hebben uitgeprobeerd, die kloppen gewoon. Zijn allemaal goed. Er is helemaal niks mis mee. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En doe een duimpje omhoog en abonneren. Het is helemaal gratis. En dan zie ik jou gewoon terug bij de volgende video. Doei!